De ASO van deze week rijdt over de N207 bij Nieuw-Vennep en is een BMW-bestuurder die graag eigen rechter speelt. De bestuurder met dashcam rijdt in een Tesla waar meerdere camera's ingebouwd zitten. Daardoor kunnen wij dit asociale rijgedrag vanuit alle hoeken bekijken. Het hele feest begint wanneer de Tesla-rijder op de linkerbaan rijdt en dat in de ogen van deze grijze BMW-bestuurder veel te lang doet. Nou is links rijden op de snelweg inderdaad behoorlijk irritant, maar in dit geval is het wel begrijpelijk aangezien de Tesla-bestuurder moet voorsorteren voor linksaf. Desondanks wil dit heethoofdje even later hoe dan ook zijn gram halen en begint het Teslaatje treiteren op de weg. Want dit is wat we noemen een kansloze actie, die zo sneu is dat je er eigenlijk niet op moet reageren. Maar deze Tesla-rijder laat zich niet zomaar het kaas van het brood eten en vervolgt ondanks het rode verkeerslicht zijn weg. En daarmee dwarsboomt hij natuurlijk ook het kinderachtige plannetje van deze opgefokte BMW-rijder. Wat er vervolgens gebeurt is met geen pen te beschrijven, want stil gaan staan op een oprit naar de snelweg is gewoon idioot en levensgevaarlijk. Helaas nemen de camera's van deze Tesla geen geluid op, zo laat de dashcammer aan ons weten. Maar aan de lichaamstaal te zien gaan we ervan uit dat deze man van middelbare leeftijd niet vriendelijk naar de weg vroeg. Wanneer het hele circus op de weg dan eindelijk voorbij is, kan iedereen gelukkig weer rustig zijn weg vervolgen. Al geldt dat niet voor de hoofdrolspeler in deze video, die even verderop maar net voor een wit busje besluit in te voegen. Ook iets gefilmd waarvan u denkt dat is iets voor de Telegraaf? Mail het ons op onderstaand e-mailadres.